Dit is de fiets van een vrouw die ik heb gerestaureerd. En de reden dat we hier naar kijken is omdat er iets aan de hand is met deze crankset. Er zit namelijk speling in. En dat is hier goed te zien. De fiets komt uit 1976 en heeft een crankset met een spie. Een hele en een trapas waarvan de cups zich in het frame bevinden. En in dit geval hoef ik de crank zelf niet los te maken van de trapas. Zoals je kunt zien. En met deze 22 mm bout kan je de cup die erop draait stellen. Om de speling eruit te krijgen. Speling uit een trapas krijg je altijd een afweging tussen de speling wegwerken en voor zorgen dat je hem niet zo vast draait dat hij zich vastbijt op kogelagers. Ik ben altijd voorstander van om hem redelijk vast te draaien, zodat je echt bijna of geen speling voelt. Maar daar zijn de meningen over verdeeld. En je ziet hier dat ik met kleine stukjes vaster draaien en dan volgens aan de crankarm trekken voel of de speling erin zit. En uiteindelijk is het altijd handig als je denkt, hey, de speling is er niet uit, om even de crank te draaien. En ook daadwerkelijk te gaan fietsen om te kijken of de speling weg is. Vond je dit een leuk filmpje? Geef een like en subscribe op mijn kanaal. Als je vragen hebt of suggesties voor nieuwe video's, laat dan een comment achter. En ik heb ook nog een website genaamd restoration.bike, waar je meer achtergrondinformatie vindt. Ik wens je het allerbeste met je eigen fietsrestauraties en hoop je weer bij de volgende video te zien. Tot dan!